De jongeren in het jeugddoorgangscentrum Opa Dulie krijgen vanaf vandaag muzieklessen van het muziekkapel van het Korps Politie Suriname. Volgens de gewezen coördinator Danielle van Wind Beeldsnijder is dit een van de projecten waarop er lang is gewacht. Van Wind Beeldsnijder zal nu haar krachten geven aan het jeugdcorrectiecentrum JCC. Muziek heeft een positieve invloed op de hersenen. Het ministerie van Justitie en Politie ontwikkelt extra tools en eigenschappen die de jeugd in detentie kan gebruiken in hun verdere leven. Deze jongeren hebben veel potentie en met een nieuwe uitdaging kunnen zij gaan werken aan hun eigen ontwikkeling. Enkele weken geleden is het centrum gestart met muzieklessen die werden verzorgd door een vrijwilliger. Reeds enkele jaren terug uit middelen van de UNICEF muziekinstrumenten heb aangeschaft. Als we kijken naar de doelgroep die we hier hebben, dan zijn we ons ervan bewust dat we op zoek moeten naar perspectief. En wat doen dan ook, we kijken ook naar wat de wetenschap zegt over verdere ontwikkeling van de kinderen. En zo zijn we dan ook gekomen op muziek. En ik heb dan uit middelen door de UNICEF geschonken, muziekinstrumenten aangeschaft. Maar helaas konden we geen muziekdocenten beschikbaar vinden. Niet zo lang terug is een vrijwilliger in ons systeem gekomen waar we heel dankbaar voor zijn. Maar de minister heeft nu met het bijhalen van KPS echt een noodzaak, invulling gegeven aan een noodzaak. Welke inhoud dat we op een muzikale manier de ontwikkeling van de kinderen gaan stimuleren. Volgens KPS-kapelmeester Roy Bradweet zijn de jongeren in detentie geen verloren zielen. Het doorgangscentrum biedt verschillende mogelijkheden voor bijscholing. Dit project heeft een duurzaam karakter ten behoeve van deze jeugdigen. Jullie keren terug naar de maatschappij. Wat gaan we hier doen? De minister heeft ons erbij bepaald om lessen hier te geven, muzieklessen. Wel nu, vraag mij of ik een beschik over, op de hele kapel beschik over een diploma om lessen te geven, muzieklessen. Grotendeels niet. Maar wij timmeren aan de muzikale weg. In ons land, in het buitenland, wel te verstaan. Tot ver over de grenzen zijn we bekend, is de politiekapel bekend. Omdat we goede muziek kunnen presenteren. En dat willen we zo doen. En we willen ook een deel van onze kennis dat aan ons gegeven aan jullie overdragen. Marita Rietveld-Assontu, die is aangesteld als de coördinator van Opa Dulie, is hoopvol gestemd over haar nieuwe werkzaamheden. Ze is er klaar voor om de projecten uit te voeren. Er zijn tal van projecten waarmee mevrouw Beeldsnijder al bezig was. Die gaan we verder uitvoeren. Maar ik wil me sterk gaan maken voor preventie. Dus om te voorkomen dat jongeren dus hier belanden. En ook voor de kinderen die hier zijn, wil ik gaan werken aan die betrokkenheid van die ouders in die hele begeleiding. Minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie sprak de jongeren moed in. De bewindsman heeft een afspraak met ze gemaakt om over 3 maanden weer langs te komen en aan te horen hoe ze de muzieklessen van het kapel hebben ervaren. Ze zijn hier voor resocialisatie doeleinden. Dit is geen eindstop. Toch, dit is geen eindhalte. Zijn jongeren, kinderen die iets, sowieso moeten iets, ze moeten iets leren. En ik heb het doorgetrokken naar het volkslied waarbij we moest bouwen ook konden. Maar om dat te doen moet je eerst aan jezelf kunnen werken. Als je dat niet kan doen, moet het ministerie, de overheid, jou die mogelijkheden bieden dat je dat kan doen.